Goedendag. Ja, de dag begon vandaag op veel plaatsen nog wel vriendelijk, overwegend droog en dan kon je toch nog wel een wandeling maken. Maar dit was toch niet weggelegd voor de rest van de dag. Want al snel betrokken trokken stevige buien over, met name in het zuiden van het land. En die plassen, die toch al wel veelvuldig aanwezig zijn, die zullen ook wel weer verder aangevuld gaan worden. Dat is ook goed terug te zien op de radarbeelden. Eerst nog die buien, waar heel het land mee te maken had. Zeker als je onder zo'n buienstraat zat, kon er lokaal weer flink wat regen naar beneden komen. Maar in de loop van dinsdag volgde dus die, dat regengebied, wat voornamelijk het zuiden van het land aandeed, echt wel intense pitten zitten ertussen. En regionaal kon het dus weer flink gaan doorplensen. Dat zien we ook goed terug in de harmonieanimatie. Het Nederlandse weermodel, fijnmazig weermodel. Daar zien we ook die regenzonne liggen. Daarachter ook stevige buien die dinsdagavond nog overtrekken. En ook in de nacht naar woensdag houdt dat buiengeweer nog wel aan. In de loop van woensdag wordt het uiteindelijk vanuit het zuidwesten toch wel ietsje droger. Zien we ook de zon wat vaker. En dan hebben we toch een wat tijdelijker, droger intermezzo in dat herfstachtige weer waar we toch al een tijdje mee te maken hebben. Vanavond in het zuiden, dus nog een tijdlang die regenachtige periode. Het zou best wel kunnen dat daar, zeker aan de westkust, ook een klap onweer of kleine hagel bij zit. In het noorden, daar is het toch wat vaker droog, met daar ook nog enkele opklaringen. En uiteindelijk is het dan zo'n 9 tot 11 graden. Vannacht verandert er weinig en morgen hebben we nog steeds met die buien te maken. In de loop van de dag neemt die buiigheid vanuit het zuidwesten dus wel wat af. Gaan we de zon ook nog af en toe zien? En het is toch vrij zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen rond 11 of 12 graden. En de wind is daarbij overwegend matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen. Donderdag, dan staat er een interessante weersituatie op het programma. In het begin van de dag is het nog droog. Met name in het noorden is nog wel wat ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt zo tussen 9 en 11 graden. Maar in de loop van donderdag nadert vanuit het zuidwesten een randstoring. Die gaat waarschijnlijk met de kern over België trekken. En zeker aan de noordzijde. Er ja, zijn dan intense regenbanden aanwezig en dan kan het echt wel lange tijd flink gaan doorplansen. Tientallen millimeters regen kunnen dan gaan vallen. Maar goed, de timing en de precieze locatie van die meest intense regen, dat is nog een beetje onzeker. Dus daar komen we binnenkort natuurlijk verder op terug. Vrijdag, dan zijn ook nog enkele buien mogelijk die ook te maken hebben met die randstoring. En dan gaat de temperatuur tijdelijk wat omlaag, met maxima rond een graad of 8. Vanaf zaterdag en zondag dan gaat de temperatuur weer wat verder omhoog, komen we weer in de dubbele cijfers terecht. En er trekken ook regelmatig weer regengebieden of buien over. Let ook even op de wind. Die trekt weer flink aan. Windkracht 5 of 6. En ook in de nieuwe week starten we met wisselvallig herfstweer. Dus voorlopig gaat dat natte november weer nog wel even door. Tot de volgende keer.